Welkom. Welcome. Willkommen. Press once for English. Drukken Sie zweimal für Deutsch. En voor Nederlands blijft u gewoon luisteren. Op zaterdag 4 november 1944 klimt een 12-jarige jongen uit een schuilkelder in dit dorpje Den Hout. Jos van Alphen blikt terug op dat moment. Ik herinner het me nog goed. Toen ik uit de kelder kwam, scheen de zon en de kleuren waren mooier dan ik ze ooit had gezien. Ik leefde nog. Maar helaas, op deze vreugde kwam snel een domper, want alles, maar dan ook alles, was kapot. Den Hout heeft tijdens de slag om het Marrekanaal in de vuurlinie gelegen en is gebombardeerd door Engelse vliegtuigen en Poolse artilleriegranaten. Ons vertrouwde huis, mijn kleren, mijn speelgoed, overal waar je maar keek. Niets was gespaard gebleven. De verwoesting van zijn woonplaats maakt een onuitwisbare indruk op de 12-jarige Jos van Alphen. Op straat was het een onbeschrijfelijke chaos. Overal zag ik rokende puinhopen. Veel huizen waren totaal verwoest. Op last van de Polen moeten de inwoners hun dorpen verlaten. Omdat overal mijnen kunnen liggen, moeten ze door de tanksporen lopen. Een indrukwekkende Poolse kolonne komt hen tegemoet. Bovenop al die tanks en wagens zaten militairen in vreemdgekleurde uniformen. Ze hadden een rood bandje op de schouders waar Poland op stond. Hoe dat kan, begrijpt op dat moment nog niemand. Behalve dat hun bevrijders soldaten uit Polen zijn. Links en rechts van de weg zag ik dode soldaten liggen. Soms onder een deken, soms zelfs dat niet eens. Ik zag toen hoe verschrikkelijk oorlog eigenlijk is. Boerderijen waren afgebrand en rookten nog na. En in de weilanden lag dood vee. De herinnering aan de angst en de gebeurtenissen rond de bevrijdingsdagen draagt Jos van Alphen de rest van zijn leven met zich mee. Je raakt dat nooit meer kwijt. En er zijn zoveel verhalen over te vertellen. Tijdens de bevrijding vallen tal van burgerslachtoffers. Achter elke naam. Op het monument hier op het kerkhof gaat een tragisch verhaal schuil. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Marie Winde. In de schuilkelder raakt de moeder van Marie gewond. Ze dreigt dood te bloeden. Ze heeft verband nodig, nu! Ik ga het halen! Tijdens de beschietingen rent Marie over een akker naar een boer in de buurt. Die geeft haar het verband. Niet teruggaan, Marie! Het mocht niet nog erger! Blijf je schuilen! Maar Marie wil terug naar haar moeder. Ze rent opnieuw het hele stuk terug, dwars door de hevige beschietingen. Marie! Marie haalt het niet. Later wordt ze vlak bij haar huis onder de heg dood teruggevonden. Ze heeft het verband nog in haar hand. Van mij mag je haar best een heldin noemen. Ook hier in Den Hout draagt de vrijheid een rouwrand. Wilt u meer weten over deze laatste oorlogsjaren? Bezoek eens het Generaal Maciek Museum in Breda. Natuurpoort de Volksabdij in Ossendrecht en het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp.